Onvermoeibaar dansen overal ter wereld de persfotografen om het nieuws heen. Op alle mogelijke plaatsen duiken ze op om voor de krant- en weekbladlezer het nieuws met beelden te versterken. De resultaten van hun inspannende werk krijgt de moderne mens dagelijks onder ogen wanneer de krant in de bus valt om onze nieuwshonger te stillen. Hoe de persfoto in 1957 was, blijkt sprekend op de derde internationale tentoonstelling die door de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten wordt gehouden in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het jongste lid van deze vereniging, J. Herschel, maakte een bliksemopname van doelman De Munk en kreeg daarvoor de tweede prijs in de afdeling sportfoto's. De huiveringwekkende uitwerking van een boksstoot werd door de Joegoslavische inzender Milutinovic vastgelegd. De eerste prijs in de afdeling sport ging naar de Engelsman Edwards voor de plaat Excuseer mijn voet. De bezoeker kan zich niet vervelen op deze expositie van 750 persfoto's uit 20 landen. De Hagenaar Simon Smit kreeg voor de redding van een blinde man de tweede prijs en voor de tweede keer de door zijn vereniging uitgeloofde zilveren camera. Het beste werk van de tentoonstelling is de bekende foto die ten tijde van Little Rock door de wereldpers circuleerde. Aan de maker hiervan, Douglas Martin, en aan zijn vakbroeders is het te danken dat de nieuwswaarde van krant en periodiek nog dagelijks toeneemt.